Lekker jongens. Vandaag. Vandaag gaan we het hebben over een psalm. Wie weet wat de psalmen zijn? De psalmen, wat zijn dat? Wie weet dat? Kan dat wel even? De psalmen staan allemaal in de Bijbel, hè? Jongens, jongens daar achterin. Hey. Ik weet je naam niet. Je hebt een rode jas over je heen. Lekker dekentje. Hier ben ik. Je mag even op mij letten, ja? Helemaal goed. Hé, wie weet wat de psalmen zijn? Dat is best wel moeilijk, hè? Ja. Nou, we hebben... jullie weten wel wie koning David was, toch? Ja. Nou, koning David en later een paar andere priesters, die hielden van liedjes maken. En die hebben die liedjes opgeschreven. Nou, doen wij dat thuis ook wel eens, als er iets niet zo leuk is en ik wil bijvoorbeeld dat iedereen naar school is, dan begin ik ineens te zingen. Dan zeg ik, jongens, vandaag is het tijd om op te staan. Doet jullie moeder dat ook wel eens? Nee. Nee? Doen jullie dat zelf wel eens, een gek liedje maken? Ja. Bijvoorbeeld, wij zitten hier in een tentje, lekker met elkaar te snoepen. Ja. Nee? Ja? Ja, nou zo kan je ze altijd allemaal gekke liedjes maken. Dat is hartstikke leuk. Nou, David deed dat ook. Die maakte alleen niet zo heel erg gekke liedjes. Die maakte mooie liedjes voor God. Dat kan je ook doen, hè. Soms, als je bijvoorbeeld het bidden moeilijk vindt, kan je ook gewoon zelf een liedje bedenken voor God. En dat is dan ook een soort gebed. Nou, zo deed David dat ook. Dus vandaag gaan we het hebben over een psalm. En daarbij ga ik een verhaal vertellen. Nou heb ik nog een vraag voor jullie. Wij kennen allemaal David, van dat hij op zijn harpje zat en voor de schaapjes zorgde en Goliath versloeg. Alleen daarna werd hij koning en kreeg hij vrouwen en ook kinderen. Heeft iemand enig idee hoeveel kinderen David had? Vier. Raden, vier, meer. Wie biedt er meer? Zes. Zeven. Zeven, meer. Zes. Tien. Nog meer. Tien. Nog meer. Elf. Nog meer. Twintig. Ja. En dan staan nog niet eens alle kinderen van David in de Bijbel. Hij had 19 zonen en 1 dochter. Dat is wat er in de Bijbel staat. Maar heel vaak werden de meisjes niet eens opgeschreven. Dus het is eigenlijk best wel bijzonder dat deze dochter er wel in staat. Nou, ik ga jullie een verhaaltje vertellen. Staat niet in de Bijbel, maar zou zomaar echt gebeurd kunnen zijn. Ga lekker even zitten, want we zijn aan het kamperen op het dak van David's paleis. Spannend, hè? Lekker, lekker zitten en kijk eens even naar de mooie sterren. Wat zijn sterren? De lampen. Oh, wat zijn er veel mooie sterren, zeg. Ik zie dat ze niet allemaal aanstaan, maar toch zijn ze wel prachtig. Ik denk dat die niet helemaal aan is. Ja, kijk eens. Oh, hoe langer je kijkt, hoe meer sterren je ziet. Gaaf, toch? En Tamar, dat is het enige meisje wat van David zijn kinder in de Bijbel staat, die mag lekker vanavond met haar vader op het dak kamperen. Nou, lekker toch? Het is lekker warm daar, want in Israël in de zomer is het heel lekker warm. Ze hebben een slaapzakje mee voor als het vannacht koud wordt en ze kijken samen naar de sterren. En Tamar zegt, papa, eigenlijk zijn er wel heel veel sterren, hè? Ja, dat klopt, zegt David. En heeft God die sterren dan allemaal gemaakt? Ja, dat klopt, zegt David. Hij heeft alle sterren een eigen plek gegeven. En weet je wat zo mooi is? Er zijn zelfs meer sterren dan dat wij kunnen zien. Ja, natuurlijk. Ja. Zijn wij zo mee. Wow. Maar dan moet God toch echt onwijs groot zijn. Ja, dat klopt, zegt David. God is onwijs groot. Jongen, dat is wel mooi, hè? Ja. Maar dan lijkt het wel alsof wij heel klein zijn, hè? Als je naar de sterren kijkt, denk je dat ook wel eens? Als je naar die hele grote lucht kijkt. Ik heb dat al, als ik onder een boom sta en ik kijk naar die boom, dan denk ik, oh, die boom is zo groot en ik ben zo klein. Ja, dat klopt ook. En toch heeft God jou, net als de sterren, een plekje gegeven. En heeft hij jou
Wat wil je zeggen? De sterren, we zijn als de sterren, maar dan met jezelf. De sterren is voor ons gemaakt, want we zijn hetzelfde van de sterren gemaakt. Ja, we zijn wel, kijk, God heeft ons gemaakt, net als dat hij de sterren heeft gemaakt. Ja, dat klopt. Ja. We zijn eigenlijk hetzelfde als sterren. Nou, we zijn... De plek zit en ook de sterren ook. Ja, de sterren ook een plek, maar wij kunnen met God praten, hè? En de sterren, die praten niet. Dus we zijn wel anders. God heeft zelfs gezegd, ook al zijn jullie veel kleiner dan het heelal en de hele wereld die ik gemaakt heb, toch mogen jullie voor de wereld zorgen. Maar we zijn zo klein. Ja, maar we zijn zo klein. En toch vindt God ons heel belangrijk. Nou, maar ze zijn toch echt wel kleiner hoor. En God kent jou en hij weet zelfs hoeveel haren jij op je hoofd hebt. Dat staat in de Bijbel. God heeft alle haren op je hoofd geteld. Nou, kijk eens, als je al die sterren ziet. En hoe klein jij bent. En hoe klein zijn dan jouw haren? En zelfs weet God hoeveel haren jij op je hoofd hebt. Zo belangrijk vindt hij jou. Wow. En weet je wat er nog bij staat in de Bijbel? En dat zegt David tegen Tamar. Die zegt, maar weet je dat het nog verder gaat? God heeft ons eigenlijk allemaal een koning gemaakt. Nu zijn we nog prins en prinses, maar later zullen we samen met God koning zijn en over de schepping heersen. Nou, dat klinkt alsof je dan moet zeggen, jij moet dat doen, schaapje, ga die kant op. Maar het is ook goed zorgen voor. God heeft ons gemaakt en God heeft ons de taak gegeven om goed voor de schepping te zorgen. Nou, dat is cool. Ja, hè? En David zei tegen zijn dochter, hey, je mag hem nog even dicht laten. Ik heb een lied geschreven over hoe groot God is. En dat zal ik eens voorlezen. Ja, dus luister goed. Ik ga het niet zingen, jongens, want het is op de wijs van het liedje De Vrouw uit de Stad Gat. Nou ken ik wel een liedje over mannetjes en een gat en vrouwtjes, maar dat ging over dat ze in de regen liepen en ze vielen op hun gat. Ken je dat liedje ook? Nee. Ja. Het regent, de pannetjes worden nat. Er kwamen twee boerinnetjes aan, die vielen op hun gat. Nou, dat is het enige liedje wat ik ken over gat, dus ik ga dit maar gewoon even voorlezen. Goed? Heer onze Heer, hoe groot is uw macht, overal op aarde. In de hemel klinkt een lied over uw macht. En kleine kinderen zingen over u. Uw macht is zo groot dat u al uw vijanden verslaat. Ik kijk naar de hemel die u hebt gemaakt. En ik kijk naar de maan en de sterren die u daar allemaal een plek hebt gegeven. En ik denk, een mens is niet belangrijk en toch denkt u aan hem. Een mens is maar klein en toch vergeet u hem niet. U hebt de mensen heel veel macht gegeven. Ze zijn bijna zo machtig als de goden. Ze mogen heersen over alles op aarde. En u hebt hen alles gegeven. De schapen, de koeien en alle dieren op het land. Ook de vogels in de lucht en de vissen op de zee. Alle dieren in het water. Heer onze Heer, hoe groot is uw macht. Overal op aarde. Zo. Nou, en toen David klaar was met zingen, denken jullie, was Tamar lekker in slaap gevallen op het dak? Ja. Denk het ook, hè? Zullen we ook lekker slapen de rest van de ochtend? Ja! Ja? Ik zou zeggen, allemaal oogjes dicht. Moet er nog iemand plassen voordat we gaan slapen? Is er, ja? Is er niemand die zin heeft om iets anders te doen? Willen we allemaal graag slapen? Nee! Nee! Oké, goed. Ik ga... Stil even. Ik ga eerst even bidden. En dan gaan we nog even bidden en daarna gaan we toch, voor wie er slapen wil, mag straks nog even slapen in de tent. En daarna gaan we ook nog even andere dingen doen. Ik ga eerst even bidden. Lieve Heer Jezus, dank u wel dat u zo groot bent, maar dat u toch onze haren op onze hoofd heeft geteld.
Als ik daar aan denk, dan kan ik dat niet begrijpen. Hè? En toch ben ik zo blij dat u zoveel van ons houdt. En ik bid voor alle kinderen die hier lekker in de tent zitten. Ik bid dat ze allemaal uw stem mogen horen. En niet dat u precies vertelt hoeveel haren ze hebben. Maar wel dat ze mogen voelen en weten hoe ongelooflijk belangrijk u hen vindt. Dat ze zo kostbaar zijn. En dat u heel veel van hen houdt. Dank u wel, Jezus. Amen. Amen. All right.